had vooraf niet heel veel spanning, maar ja, op de dag zelf, dus eigenlijk begon het gisteren pas, ja, wel een beetje druk, want ja, je wordt verwacht om te winnen. En ja, dat heb ik gedaan, dus ik ben zeker weten trots op mezelf. Wordt Lotte van Drunen de wereldkampioene motocross voor vrouwen? Afgelopen weekend bij haar thuisrace op het circuit in Arnhem zette de Sliedrechtse een belangrijke stap in de richting van de titel in de BMX-klasse. Op de Gelderse zandbaan won ze beide manches, met twee uitstekende starts als een van haar grote wapens. Tevreden blikt ze terug op een perfect weekend. Ik had wel heel erg veel moeite zaterdags met rijden. Het ging allemaal niet zo en het zat niet allemaal mee. Maar toch had ik gewonnen en dat, ja, betekende toch al heel veel voor mij. En ja, gisteren en vandaag dan twee keer een goede start en twee manche-overwinningen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En ja, nu naar Turkije met 17 punten voorsprong, dat is wel echt ja, heel fijn. Want over 3 weken staat in Turkije de laatste Grand Prix op het programma. En kan de Sliedrechtse zich kronen tot wereldkampioene. Met een voorsprong van 17 punten op zak wordt het voor haar Spaanse concurrenten lastig om Van Drunen nog in te halen. Je zou bijna kunnen zeggen, dan kan het niet meer mis. Het kan altijd mis, helaas in de motocross. Maar ik ga in ieder geval de komende 3 weken voorzichtig trainen. En ja, dan hopen dat we klaar zijn voor Turkije. Van Drunen, bijgenaamd de Queen of Sand, ziet haar populariteit in rap tempo groeien. Na de race in Arnhem stonden tientallen, zo niet honderden fans in de rij bij haar crossbus. Hoeveel handtekeningen en selfies heb je al uitgedeeld? Dat heb ik niet meer bijgehouden bij 100, denk ik. Nee, het zijn enorm veel. Het kost een hoop energie, maar ik vind het enorm leuk om te doen. En ja, ik waardeer de fans enorm. Maar je bent volgens mij populairder dan heel veel mannelijke crossers. Ja, dat blijkt. Dat zou je niet verwachten. Maar ja, dat is super mooi dat zoveel mensen mij supporten. Maar genieten kan ze ook tijdens het rijden. Zeker tijdens het enige weekend dit jaar dat het WK op Nederlandse bodem is. Op een gegeven moment ben ik eigenlijk gewoon in cruise-modus gegaan en heb ik mijn marge uitgereden. En genoten van de fans en ja, de atmosfeer, het was geweldig voor mij. Kan je er dan op de motor, ondanks dat het zo zwaar is, toch nog van genieten dan? Ja, ik wel. Ik genoot er enorm van. Vooral dan natuurlijk de tweede marge en de laatste ronde, allemaal rookbommen en juichen. Ja, dat is prachtig. 6 Grand Prix's achter de rug, nog 1 te gaan. Op zondag 8 september weten we of Sliedrecht een wereldkampioene rijker is.